Hallo beste volgers en kijkers van Fire to Cook. Hartstikke leuk dat jullie weer kijken naar deze splinternieuwe kookvideo van Fire to Cook. Het is weer woensdag, yes yes, dus weer tijd voor een nieuwe soepkookvideo. En ik kwam erachter dat ik nog geen tomatensoep heb gemaakt. Dus dat ga ik jullie laten zien, hoe je lekkere verse tomatensoep kunt gaan maken. Wil je die zien, kijk deze video nog gezellig even af. Als je niet wil kijken, ook helemaal goed. Doe een duimpje omhoog. Reageer even onderaan de comments aan het einde van deze video wat je van deze video vond. Deel deze video met iedereen in je omgeving. Vergeet mensen niet te volgen op Instagram. Dat doe je door Arthur Kook daar te volgen, op te zoeken op Instagram. Of mij op te zoeken op YouTube. En dan zoek je op Arthur Kook. En klik je op de abonneerknop. En dan blijf je geabonneerd op mijn YouTube kanaal. En als je ook nog klikt op het belletje, dan blijf je op de hoogte wanneer ik een kookvideo online heb gezet. Dan krijg je daar een melding van. Veel kijkplezier gewenst. Wat heb je allemaal nodig om dit recept te maken? Je hebt een staafmixer nodig. Een snijplank. Groen is voor groente, maar een witte of andere is ook helemaal goed. Je hebt een lepel nodig. Een eetlepel. Je hebt tomatenketchup nodig. Je hebt 1 teentje knoflook nodig. Je hebt wat water nodig voor straks in de pan te doen. Je hebt Italiaanse kruiden nodig. Een snufje zout. 1 bouillonblokje. Je hebt een mesje nodig, kleine. Je hebt tomaten nodig, gepelde tomaten. Je hebt wat gehakt nodig voor de gehaktballetjes te maken. En je hebt de pan nodig voor de soep in te doen, het water en de rest. Kijk maar mee. Ik ga eens even mijn handen wassen. Ik ga er even knoflookje, 1 teentje knoflook, even snijden. Dan doe ik hem door de midden zo. Even 2 stukjes. Dan ga ik er eentje opzij. En dan ga ik die zo in reepjes snijden. Dan zijn ze in reepjes. Dan ga ik ze nog gewoon 1 keertje kleiner snijden. Dus gewoon zo. Dat doe ik ook met die andere. Dan ga ik gewoon reepjes snijden. Draai ik hem om en dan ga ik gewoon klein snijden. Zo. Dan worden het ongeveer hele kleine stukjes. Knoflook. En dan ga ik vast het licht aan doen. En het vuur aan doen. En de afzuigkap aan doen. Let op, hierdoor ben ik wat minder verstaanbaar, maar dat moet echt. En ik doe 1 eetlepel olijfolie in de pan. Want dan kan ik straks de knoflook eventjes aanbakken. Dus kijk maar mee. Ik ga kijken of het warm is. Ik vind hem warm, pak even een pollepel erbij. Die hebben we ook nodig. En dan ga ik ze even indoen in de pan. De knoflook. Dan ga ik die heel eventjes aanbraden zachtjes. Dus even mooi kleur te krijgen. Daarna zet ik het vuur heel erg laag. Dan kan ik de tomaten even snijden. Kijk maar mee. Ik vind dit zo goed gaan. Ik zal het laag zetten op 1. Want dan kan ik even de tomaten gaan snijden. Kijk maar mee. Ik maak het doekje weer even nat. Dan kan ik dan weer even onder de snijplank leggen.
één tomaat. Dan ga ik hem gewoon snijden in stukken. Zo, pak hem. Zo. En dan in vieren. Dus. Heel makkelijk. En zo doe ik dat bij elke tomaat. Heel makkelijk in vieren. Zo. Kijk naar het midden. Nog een keer zo. Hebben ze in vieren gedaan. Dat is eigenlijk het allermakkelijkste. Nou, je vindt het altijd nog wel in de klauw. Dat is altijd wel veilig. En het doekje zorgt er weer voor dat het niet kan wegglijden. Dat is heel fijn. En lekker veel tomaten is heel fijn. Ik heb de tomaten gesneden, dus die kunnen zo in de pan. Kijk maar mee. Ik ga de tomaten even in de pan doen. En omdat die laag staat, maakt het niet zo heel veel uit. Voorzichtig, heel voorzichtig erbij. Ik ga me even roeren dat de tomaten lekker meegaren. Met knoflook en lekker zijn smaak krijgt. Lekker meeroeren. Je mag het ook op plat drukken, dat maakt niet uit, want we gaan er straks gewoon water bij doen. En aan het einde gaan we pureren, dus als je nu al een beetje plat gemaakt wordt of straks door de pureerstaafmixer, dat maakt niet zo heel veel uit. Gaan we ook wat erover zetten. En we gaan het water toevoegen. Ik heb hier een beetje water. En voeg het toe. Zodat de tomaten net onder water staan. En je ziet, tomaten hebben ook van zichzelf heel veel water. Dus dat is al vrij snel. Als je te veel wil gaan doen. Dus probeer het echt aan te houden. Dat als de tomaten onder water staan, al een klein beetje. Dat het goed genoeg is. Kijk maar mee. Ik ga hem erover zetten. En dit is echt precies genoeg water. En dan gaan we de kruiden er straks even bij toevoegen. En dan gaan we verder met de gehaktballetjes maken. Kijk maar mee. Ik ga er 2 eetlepels tomatenketchup toevoegen. Een beetje Italiaanse kruiden. Niet op mijn hand. Zo is het ongeveer. Er ook bij. Klaar met zout. Ook bij. En natuurlijk een bouillonblokje. En je ziet al, het gaat aardig koken nu. Dat is helemaal goed. Zo. Doe hem er ook even bij. Dan gaan we even roeren. En als het dan klaar is, zo. Dan gaan we eerst even pureren. En dan kunnen we daarna de gehaktballetjes toevoegen. Zodat die lekker mee kunnen garen met de soep. Met de gepureerde tomatensoep. Kijk maar mee. Ik ga de tomatensoep pureren. Let op, ik ga weer herrie maken. Ik zet hem er vast in. En ga dan pas spuiten. Indrukken het knopje. Want dan gaat het anders spetteren. Kijk maar. Zie je, zo spettert hij niet. Maar als ik hem er zo in zet, dan gaat hij spetteren. Dus daar zet ik hem dan vast in. Zo. Dan ga ik even.
als je nou denkt, hé, is het klaar? Ga je even zo roeren. Nou, ik vind dat het nog niet helemaal klaar is, dus ik ga nog even door. Dan kunnen we alles mee blenderen. Even goed roeren. Ik blend hem goed. Dan stek ik er even uit. Deze is goed zo. Ik zet hem weer even op het fornuis, maar het vuur nog niet aan. Want ik ga eerst de gehaktballetjes maken. En dan kun je er straks ook bij. Kijk maar mee. Ik pak hem gewoon een klein beetje gehakt. Dat ga ik even fijn maken. En dan maak ik daar een klein balletje van. En dat kleine balletje. Ja, dit is misschien iets te groot, maar mag hem nog kleiner maken of groter, net hoe groot je wil. Die doe ik dan in de pan. En dan ga je verder tot je al het gehakt wat je wil gebruiken, hebt gebruikt. En dan ga je het vuur weer aanzetten. Maar dat doe je pas als je alle balletjes gedraaid hebt en ze in de pan hebt gedaan. En dan ongeveer 10 minuten opzetten. En dan zijn de balletjes wel gaar. Kijk maar mee. Alle gehakt gebruikt en de balletjes van gemaakt. Ga ik even opruimen. Dan ga ik gelijk ook weer even mijn handen wassen. Want ik heb namelijk gehakt aangeraakt. Dan is het altijd handig om even je handen weer te wassen. Dat moet ook overigens. Het is niet als je het niet wil. Ik heb gehad, nagehakt of na vleesbereiding. Altijd even je handen wassen. Pak ik deze pollepel er even bij en dan ga ik hem even roeren. En omdat hij al warm is, de soep, gaat hij vanzelf eventjes mee. Maar ik ga hem wel even aanzetten nog. Dat hij even aan de kook komt. En als hij langzaam aan de kook komt, zet ik de wekker op 10 minuten. En als hij afgaat, dan is het als het goed is. De soep klaar. Kijk maar mee. Zoals jullie goed kunnen zien, kookt het een klein beetje. Dus ik ga hem op 10 minuten zetten. De wekker. 10 minuten. En ik ga hem gelijk wat lager zetten. Dat is van 9 naar ongeveer 5. Ga ik nog één keer even goed roeren. Zachtjes roeren. En dan laat ik hem zachtjes gaar worden. En na 10 minuten kijk ik even of de gehaktballetjes van binnen helemaal niet meer rood zijn, maar gewoon lekker goed bruin zijn. Dan is hij helemaal goed en gaar. En kan ik gewoon opscheppen. Zo, de wekker is net afgegaan, de kookwekker. Ik ga even kijken. Nou, dat ziet er wel goed uit. Wil je het zeker weten, dan kun je even een mesje pakken en het even door midden snijden, de balletjes. Of gewoon even zo met je lepel doen. Om te kijken. Nou, ik vind het zo goed. Super uit. Licht kan uit. En dan kan ik zo gaan opscheppen. Eet smakelijk alvast. Hallo beste volgers en kijkers van Funny Hard to Cook. Hartstikke leuk dat jullie weer kijken naar deze split nieuwe kookvideo van Funny Hard to Cook. In deze soepkookvideo heb ik jullie laten zien hoe je lekkere tomatensoep maakt. Ik ben daar heel erg blij mee. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Reageer even onderaan in de comments wat je ervan geleerd hebt. Of je er wat van geleerd hebt. En of je nog een andere soep hebt in gedachten. Maar denk, hey, dat is echt een leuke soepvideo die je Arthur kan gaan maken. Helemaal goed, dankjewel. Deel deze video met iedereen in je omgeving. Vergeet mensen niet te volgen op Instagram. @ArthurKookt. Klik hier even op. En dan klik op de abonneerknop bij mij. Doe dat vooral graag. Heel fijn. Zeg dat anderen ook mij mogen volgen op Instagram @ArthurKookt en op YouTube @ArthurKookt. Klik hier eventjes op en dan krijg je een video te zien. Een andere zoekvideo of een andere kookvideo van @ArthurKookt. En dan wens ik je een hele fijne dag, avond wanneer je deze video ook weer kijkt. En dan
Houdoe en tot een volgende nieuwe kookvideo. Laters.